Boys, welkom! Zien jullie dit? Dat betekent dat golden hour is. Fucking golden hour. Wat een mooi moment van de dag. Wat een mooi moment om een video te maken waarin ik zeg hoeveel ik van jullie hou. Wat een goed moment om deze geweldige dag te beginnen. Wat een mooie fucking dag is het! Mijn dag kan echt niet meer stuk. Dit is een van de mooiste dagen die ik heb gehad in heel mijn leven. Alles gaat goed. Gio is in Afrika en ik heb geen beef met hem. Ook al had ik wel heel veel zin in beef. En één YouTuber gooit nog haat op me. Ik weet niet welke video ik moet maken en ik weet niet met wie ik ruzie moet maken. What the fuck? Is er iemand die beef wil met mij? Van... Ik hoor iets. Ik hoor daar iemand beef wil met mij. Beef alert. Boys. Maar wie zou het zijn? Wie wil er beef met mij? Is het Snap King? Is het Gio? Misschien Ryan? Kijk, ik weet het niet. Wie is het? Ja. Wow. These games. Zijn vriendin. Die mij dist op een Insta-livestream. Kijk, ik weet niet of ik dit kan. Ik weet echt niet of ik hier klaar voor ben. Enige echte Tease Games. Zo, zijn ouders zitten ook op YouTube. Daarmee kan ik... Misschien moet ik dit niet doen. Voel mijn hart kloppen in mijn keel. Misschien... Wow. Dus volgens de boerinnenvriendin van Tease Games ben ik een... Oké. Ik ga het doen. Beste mensen, welkom bij een nieuwe fucking video. Kijk, oké. Hoe de fuck ga ik dit doen? Ik weet hoe ik dit ga doen. Zoals jullie net hebben gezien, heeft Ties en zijn vriendin mij gedist. Mij kapot gemaakt. Ah, shit. In een fucking Instagram livestream. Wie is Acid? Ja. Wie is Acid? Wel, meisje. Meisje. Als er één iemand op YouTube de grootste gold digger is van iedereen, dan... It's you! Ik heb 2 filmpjes gekeken van Ties met jou in. En 2 keer is het enige wat jij hebt gezegd. Volg mij op Instagram! Lucas, het is mijn video. Haar Instagram. Het is dat Ties dan ook gewoon plooit. En dan echt jouw Instagram gewoon nog echt in de video zet. Misschien krijgt zij dan ook een beetje campagnes. Kijk, meisje. Ik ga niet veel praten. Ik weet niet welk fucking accent je hebt. Ja, dat moest echt weggerot worden. Zit er echt niet goed zo goed. Het is nog 10 keer erger dan mijn accent. Dat is fucked up. Ik weet niet uit welk holletje jij komt, maar dit accent, what the fuck. Je zegt dat ik een lelle een baal ben. Een lelle kebab. Wait till you see the... No, 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 no. Je lijkt zo op het emo-meisje die in mijn klas zat toen ik in 2e middelbare zat. Als er iets is wat we niet gaan doen in deze video, is het lachen met kleren. Want dat is iets wat niet moet, snap je? What the fuck? Deze broek. Deze broek. Ik ben een lelle kabaal. Maar jij, yo. Respect dat hij zo heeft rondgelopen met jou in Spanje. Ik zou het niet nadoen, ook niet voor geld of zo, echt niet. Het feit dat ik gedist ben in een Instagram livestream toen er 1400 mensen aan het kijken waren, kijk, dat boeit mij niks. Wat me wel boeit, is dat je ten eerste die Instagram livestream niet zo nog te toon gesteld hebt voor de komende 24 uur dat mensen die gingen nog kunnen kijken. Want je dacht waarschijnlijk, fuck, misschien gaat hij dit niet zien als ik dit wegdoe. Kijk, ik had het wel gezien, ik was niet aan je Instagram aan het kijken, maar een seconde nadat jouw vriendin dat zei, waren er al mensen naar mij aan het sturen van, die heeft je gedist. Kijk, het doet me niks dat jouw boerinnenvriendin zegt dat ik een lelijke Belg ben. Dat doet me echt niks. Ik maak deze video ook alleen voor de views. Niet voor de andere rijden. En gewoon omdat ik al heel lang zin had om zo nog eens iemand volledig te dissen. Waar ik echt zo... Ik kon niet zeggen dat ik er een hekel aan heb. Want ik heb een deel van mijn fame wel te danken aan jou. Maar toen is het met jou ook gewoon bergaf gegaan, snap je? Vanaf dat je mij beschreef als de grootste matennaaier ooit. En beschreef als de grootste leugenaar ooit. Dus wat ga ik doen? Ik had gehoord dat je gesponsord was door Nerf. Ga niet te veel praten, maar ik heb ook Nerf Guns. Deze heb ik zelf gekocht. Als ik jou zie op de Dutch YouTube Gathering, dan ga ik jou niet alleen 360 Nose kopen met deze sniper. Snap je, er is die bolt action sniper. Dan ga ik deze fucking Nerf Gun ook aan je fucking back persen. En hopelijk is je vriendin daar dan ook, dat ze het kan zien. En dan knal ik echt gewoon letterlijk je strot eruit met dit ding. Dan gaan die mensen van Nerf zeggen, wow, is hier al ons geld in gegaan? Dan ga ik zeggen, ja, fuck jullie! Weet je aan wie ik altijd moet denken als ik TC? Ik weet niet of jullie deze video ooit hebben gezien, maar er is zo dus een video van een jongetje die opgelegd is op Marktplaats, omdat je PlayStation 4 wou kopen. Ik heb via Marktplaats een PlayStation 4 gekocht. Toen had ik het geld over. Dit is toch Tease Games? Toen zou hij hem de volgende dag,
naar mij toe sturen, maar dat is dus niet gebeurd. Verjaardagsgeld en ik had een fiets. Christie's Games. Het is heel erg voor deze jongen dat hij is opgelegd op Marktplaats en hij geen PlayStation 4 heeft. Want dit is Thies. Kijk, het is niet erg dat je er niet voor durft uitkomen dat je over vriendin zei. Ah, ze maar het is wel grappig dat ik jou hoor zeggen in het begin. Yes, ace it. Snap je? Je weet goed wie ik ben. En je vriendin blijkbaar ook. Plus, kijk, ik vind het erg om te zeggen. Maar mensen kunnen zeggen tegen mij van, je weet er niks over, hou je fucking back. Je vriendin is duidelijk een fucking gold digger. Bedoel, ze doet het niet omdat je gehaald... Ja, jawel, ze doet het wel omdat je gehaald hebt. Dat is de enige reden. Maar, vergeet niet... Lala Abala! Waarom zet je dit in je vlog? Meisjes, we gaan niet naar het toilet. Als jullie dat nog niet wisten, meisjes kakken. Dus ik weet niet wat hier aan gebeurt. Follow me on Instagram! Jullie denken dat ik in elkaar mag geslaan door Thies of door zijn vriendin. Dat is niet waar. Ik ben in elkaar geslaan toen ik naar de winkel aan het gaan was. Ik had zelf niet gezien dat hij het al... Hij wist het zelf ook al. Wow. De... Nice. Waarom maak ik dan deze video? Liefde is liefde. Ook met gold digger. Maar ik bedoel, ik moet niet veel praten. Hij roast zichzelf gewoon kapot in zijn eigen video's. Hij zegt rare shit in zijn eigen video's. Hij is de most cringy motherfucker on the planet. Kijk, ik weet niet of ik gestrikt kan worden omdat ik dit toon. Want dat is zijn video. Maar als je dit en je eigen... Kijk, dit is niet het enige. Ik wil het niet tonen aan jullie, maar... Dit is echt een farmer girl. Ik weet dat er fucking veel video's van die zijn rare fucking accent te horen is. Boys, ik denk dat je gewoon wil dat er een Try Not To Fuck challenge gemaakt wordt op 17. Zelf veel kijkers van 13 en van 12 willen niet doen daarop. Ik weet niet of er een award is op Viet voor de most gold digging farmer girl girlfriend of YouTuber. Maar moest hier zijn, zonder twijfel, naar jouw girl. En hopelijk doe je nog snel livestream op Instagram. Wel, ik weet niet of ik geluk heb of dat ik de toekomst heb voorspeld. Maar hij is gewoon op dit moment aan het livestreamen op YouTube. Dus... Boys, go say hi! En doe hem de groetjes van de lelijke Belg, alsjeblieft. Voordat je nog eens alles over mij kan zeggen wat je wil, want hey, boys, this guy! Dat is de R Pirates video. Na de, ik weet het niet, boerinnenvlogs, harde outfits, na alles, het enige wat zijn vriendin kan zeggen, is een lala abala. En ja, dat was eigenlijk voor het eerst sinds 2 weken na die video, of na die, dat akkefietje, dat we elkaar gewoon gesproken hebben. Mensen dachten serieus dat wij gingen slaan op elkaar ofzo, dat wij gingen... Knal ik echt gewoon letterlijk je strot eruit met dit ding. Ik vind het grappig hoe lelijke mensen altijd zo rare shit zeggen over anderen. Ik weet niet waarom, snap je? Ik had niet gevuurd op hun. Ik heb waarschijnlijk wel eens gelachen met hun. En grappige shit gezegd over Thies en zijn vriendin. Maar boy, you started this! Ik bedoel, ik weet niet of je channel nog lang gaat volhouden. Want you just squeezing out your tits en de bellen van je vriendin. Om views te krijgen van je doelpubliek. Vergeleken met Gio, zijn familie. Is Thies zijn familie echt zo familie flodder, snap je? Echt gewoon zo, ik weet niet wat de fuck ik kan doen man op deze site, maar mijn zoon verdient hier geld, dus wij gaan top. It's all good, boy. It's all good. Ik had toch gedacht dat je met al je campagne geld beter op vakantie kon gaan dan Gran Canaria. En zo naar het scherste deel van Spanje ging gaan. Ik had meer verwacht, snap je? Ik had meer van je verwacht. I don't give a fuck. Dat is mijn lelle abale fan. She gave me a free ticket to this video. Ik hoop dat ik je snel nog eens zie. En voor de rest, veel succes nog met mijn leven. Veel succes nog met kwartier Granzier. Wat campagnes allemaal kunnen doen met iemand, snap je? Wat campagnes kunnen verpesten aan de channel. Dus jongens... Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog voor meer van deze. Hey, ik ben Ace en ik voel me goed. Wat ik nu nog ga doen is ook een vraagteken voor mij. Deze video bewerken en waarschijnlijk wel een goede live hebben terwijl ik dit aan het bewerken ben. Bye! Give me some followers! I need some